Ja, ene goede dag, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is weer een voorrecht om samen met jullie het een en ander te delen. We hebben gezongen, geen goud of zilver is mij toevertrouwd. Het deed me opeens denken aan een kleine 10 jaar geleden, toen wij, mevrouw en ik, in de moeilijkheden kwamen qua financiën. Ik heb altijd 36 jaar een bedrijf gehad. Eigenlijk alle schoolplaten die er zijn, leverden we en maakten wij ook als uitgever van alle schoolplaten in Nederland. Maar na 36 jaar liepen we vast en ging het niet verder meer. Nou, dan kom je in grote moeite. En ik weet nog wel, ik heb vroeger natuurlijk allemaal grote auto's gehad, Amerikanen, Mercedes en andere wagens. Maar ja, als je dan in de moeite komt, dan krijg je natuurlijk, dan heb je weinig. Wij konden nog een keer toen in die moeilijke tijd, ik dacht vlak voordat we zelf in de schuldregeling kwamen, toen konden we nog naar Frankrijk met onze kleine panda. Nou, dat was prima. En we waren op een gegeven moment bij een strandje, een klein plaatsje. En normaal gesproken, vroeger toen ik het gezin had, nam ik geloof ik alles wel mee het strand op. Maar goed, onbewust hebben we dat in de tas gedaan, een kussen erover. En we gingen gewoon even daar zwemmen en ons ontspannen. Maar toen we terugkwamen ontdekten we dat er gestolen was. Er was in de auto ingebroken. En we hadden juist in hetgeen wat we in de auto nog achtergelaten hadden, dat waren 2 gouden horloges. Dat was een gouden ketting. Die was gestolen. En nou, ik had nog €200 in de buidel gedaan aan de zijkant. Ik denk, mochten er inbrekers zijn, dat dacht ik al voor die tijd, komen ze nooit aan het heilige boek van God. Dus die zaten er nog in, die €200. Maar ik weet nog wel dat we dus voor de auto gingen staan met beide de handen zo voor de koplampen. En een Fransman maakte een foto en die stuurden we door naar onze kinderen en we zeiden, het is weer minder geworden. Het is weer minder geworden. He, geen goud of zilver is mij toevertrouwd. Nou, je kunt soms zeggen, ook heb je niets, toch heb je alles als je Jezus hebt. Amen. Toch heb je niets, toch heb je alles als je Jezus hebt. En dat, zo was het ook dat we ons toch ondanks dat verheugden. En we zeiden tegen onze kinderen, geen probleem, we hebben nog €200 om terug te rijden. Het is weer minder geworden. He, zo werkt het soms in het evangelie. En nou, dat maakt niet uit, het wordt vanzelf wel eens een keer weer meer, et cetera. Ik ga met jullie het volgende met jullie delen. En daar staat als titel bij mij, de volgende dag stond er in de krant, kerkdienst loopt helemaal uit de hand. Kerkdienst loopt helemaal uit de hand. Nou, dat zou in de Telegraaf kunnen staan, een dag na Pinksteren, wat je leest in Handelingen 2. Maar je zou zeggen, nou, zou zoiets wel in de krant staan van een kerk. Nou, ik kan u zeggen, ongeveer iets meer dan 30 jaar geleden, ik heb zelf 40 jaar bij de VEZ gezeten, de VES in Zwolle, en Sjane zelfs 50 jaar. Maar 30 jaar geleden, en ik was zelf daar vlakbij, ik stond op het podium, toen stond er in de krant de maandag daarna, kerk zakt door de vloer. Kerk zakt door de vloer. Ja, echt waar, stond in grote kop, het is echt zo, dus niet in een grapje, stond in de Telegraaf. En wat was er gebeurd? We zaten in de buitensociëteit in Zwolle en er komen zo'n 900 mensen naar voren. En dat was een soort renovatie, ook van de orkestbak, et cetera. En dat was zeker niet zo op zoveel mensen berekend. En voordat we wisten stortten ze 3 meter allemaal naar beneden. En ik heb de mensen nog uitgetrokken en dat was natuurlijk een hele consternatie. He, maar goed, dus we stonden een keer in de krant. Maar de volgende dag stond er in de krant, kerkdienst loopt helemaal uit de hand. Zou dat wat die Pinkster, na Pinkster, zou dat zijn vanwege de mensen dat erin, dat die helemaal uit de hand loopt? Of is dat op een, ja, door iemand anders? Nou, daar wil ik natuurlijk iets over gaan delen. Handelingen 2 vers 15, daar gaan we luisteren naar de woordvoerder van alle apostelen, genaamd Petrus. En daar staat in Handelingen 2, vers 15 tot en met 18 het volgende. Ik lees het u voor. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals u veronderstelt. Want het is de derde uur van de dag, maar dit is het.
Let op, maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste der dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Nou, hier begint het over dronkenschap. Dat ze dachten dat deze mensen dronken waren. Want er staat in vers 13, ze hebben te veel zoete wijn gehad. Vermoedelijk was hun gelaat veranderd, want je werd heel blij. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, krijg je geen azijngezicht, maar je krijgt een vreugdewijngezicht. Dat is nog wel even wat anders. Dus hun gelaat veranderde en hun gepraat veranderde, want ze spraken in nieuwe tongen. Nou, dan staat er, en dat vind ik mooi dat ik altijd onthouden in vers 15, dat er staat in Joël, en Petrus haalt dit ook aan, dit is het, dit is het. Nou, toen ik een huis kocht op de dijk aan de IJssel in Wilsum, was een groot pand. En ik weet nog wel dat ik tegen die man zei die daar woonde, dat ik het wou kopen. En toen zei ik tegen hem, ik koop dit van je, want er staat in Handelingen 2, dit is het. Nou, toen heb ik het gekocht. En Joël profeteerde al 890 jaar daarvoor dat dit zou gebeuren. En toen gebeurde 2000 jaar geleden die uitstorting. Dus het is een uitstorting. Dus dat is niet even zomaar iets. Het is een uitstorting. We gaan even naar vers 33. Vers 33 van Handelingen 2. Vers 33. Nu hij, Jezus, dan door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft Jezus dit uitgestort. Dat is de derde keer dat hij dat zegt in zijn toespraak. Maar dan krijg je het, wat u ziet en hoort. Dus als je vervuld wordt met de Heilige Geest, ga je het zien, ga je wat zien en je gaat wat horen. Dus dat zien en horen, dat zie je ook in Handelingen, dat gaat zich herhalen. Dat staat letterlijk in Handelingen 8, toen legden zij de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon dit zag, zie je dat? Dus een opwekking te Samaria. In Handelingen 10, de Heilige Geest viel op allen en ze hoorden in tongen spreken en God groot maken. Dat was gewoon een zaaltje in een villa van een Romein. Nou, er staat in Handelingen 19, toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, spraken in tongen en profeteerden. Dat was gewoon in het veld, in het bos, 12 mensen. Nou, 46 jaar geleden of zelfs 47 jaar geleden heeft iemand of ook mensen mij de handen opgelegd, een echtpaar. En sindsdien spreek ik in tongen tot op heden. En ik geniet daarvan. Paulus zegt in Efeze 5, word vervuld met de Heilige Geest. Als je vervuld wordt, dat zegt Paulus hoor, dan ga je bijvoorbeeld lof zingen, dan ga je jubelen en dan ga je danken. Er gebeurt wat. Dat is niet zomaar iets, maar dat is geweldig. Er is revolutie komt er in je leven. Je wordt geannexeerd door de Heer, je wordt in de boeien geslagen, er komen vlammetjes op je hoofd en je krijgt glanzende ogen. Maar er is maar één die ons in beweging zet, dat meen ik. Er is maar één die ons in beweging zet. Ik dacht even, toen Jezus opgestaan was uit de dood voor de hemelvaart, toen was daar Maria van Magdala. En Maria van Magdala, die huilde. Want toen keek ze in het lege graf en ze huilde. En die engelen zeggen, waarom huil je? Ze heeft de hele tijd doorgehuild, want ze ging later naar de tuin en ze bleef maar huilen, tranen. Maar als je te veel tranen hebt, als je te veel verdriet hebt, zie je Jezus niet meer. Want je denkt, het is de tuinman. Want je blijft in dat verdriet hangen. Je moet een besluit nemen om het verdriet achter te laten. Ik was in een gif met de kerk, daar ging ik ergens, moest ik spreken. Ik ging naar het toilet en er zat een bordje. Verdriet kijkt altijd achterom. Ja. Verdriet kijkt altijd achterom. Maar de Heer wil dat we vooruit kijken. Maar hij zegt, ik geef je een opdracht. Boodschap het aan de broeders. Dus ze kregen een opdracht. Bij vlak voor hemelvaart, toen opeens Jezus daar stond en die zei, gaat heen, maakt, doopt, leert.
Toen hij dat had gezegd, toen verdween hij vanuit vermoedelijk een heuvel bij Bethanië, zo. En ze waren helemaal, ja, verbaasd. Ze bleven staren. Ze stonden daar en ze bleven maar staren. Staren, staren. En je zou haast kunnen zeggen, pas op dat je niet te lang bij de dingen stilstaat, want je blijft op één punt maar staren. En daar denk je aan. Maar gelukkig zijn daar de engelen en die stoten hun aan, min of meer. En die zeggen, ga, je hebt een opdracht ontvangen. Want vlak voordat hij ging, zei Jezus, gaat, maakt, doopt en leert. Dus die engelen, God die stoot ons aan en die zegt, je hebt een opdracht te vervullen. Bijvoorbeeld de Pinksterdag, gelukkig volharden ze in gebed voordat Pinksteren, de Heilige Geest, uitgestort wordt. Wat vleugels is voor een vogel en wat de zeilen is zijn voor een zeilschip, zo is het gebed voor een christen. En ik vind het ontzettende humor, want wij denken dat alleen de Heilige Geest overkomt als we zo staan. Nee, wat staat er in Handelingen 2? 120 mensen waren bij elkaar, zittende. Gewoon zittende. Je verwacht totaal niks. Het gaat net als bij een regenboog. Niemand zegt 5 minuten voordat de regenboog gezien wordt, nu komt er een regenboog. Niemand. Plotseling is daar die regenboog. Plotseling is daar de Heilige Geest die werkt. 120 mensen op een stoel. Een geweldige windvlaag. Gordijnen gaan wapperen, wind in het gezicht en misschien je haar overeind. Tongen als van vuur. En dat is geweldig. Handelingen, maar dat is God. We blijven niet zitten. We blijven niet zitten. Want Handelingen 2 vers 14 staat dat de mensen, de elfen, die gingen opstaan. Want je komt in beweging door die geest. He, dus dat is geweldig. En nou, dan denk ik even aan Thomas. Thomas, ik mocht een keer spreken in Orvelte in Drenthe voor een club boven de 65 jaar en die heette Fris en Groen. Amen. Fris en Groen, ja, zo heette ze. Nou, en toen heb ik gesproken over, de, zoals ik het zag, de meest toegewijde discipel van de Heer. En dat zou u niet zeggen. Als ik tegen u zeg, ik snap het hoor dat jullie anders denken, en dat mag ook, maar ik zie zelf Thomas, vind ik de meest toegewijde discipel, toen hij vervuld werd met de Heilige Geest. Hij ging lopen, 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 en dan werd hij niet moe, want Jesaja 40 zegt, als je loopt, word je niet moe voor de Heer. Hij loopt tot in India. Als u gaat googlen, als u op internet gaat kijken, Thomaskerken, ziet u alleen maar allemaal Thomaskerken in heel India. Overal verspreid. Thomas. He, wij geven hem een label. Wij zeggen ongelovige Thomas. Wij geven hem etiket, ongelovige Thomas. Wij geven hem een stempel. Maar de Heer zegt, ik heb mijn plannetje met als de Heilige Geest over je komt. Want je wordt vurig van geest. Je gaat het licht verspreiden, je wordt enthousiast, je wordt een aanstekelijke christen. En je wordt veelkleurig. Ik mocht afgelopen donderdag mede een dienst leiden. En er was een zekere vriend van mij die overleden was. En die man was vol van kleur. Jaren geleden, als ik hem bijvoorbeeld tegenkwam, dan had hij een baret op. En er stond er heel klein sierlijk op, Johannes 3 vers 16. Soms belde ik aan bij hem, zag ik bijvoorbeeld een stickertje. Postbode, ook u hebt Jezus nodig. Hij komt snel terug. Noem maar op. Kijk, de Heer die werkt door die veelkleurigheid. Als die wind gaat waaien, is het een krachtige wind van God. Er is een verkeerde uitdrukking die ik wel begrijp, maar eigenlijk is die niet goed. Wij zeggen, de kerk moet aan zending doen. Dat is onzin. De kerk is zending. De kerk is zending. Als we aangesloten zijn op Jezus, gaan wij in beweging komen. God gaat natuurlijk graag om met zwakke mensen, want er zijn geen anderen. Maar God wil zwakke mensen kracht geven. Toen Jezus, vlak voordat hij ten hemel voer, heeft hij iets gezegd. Wanneer de Heilige Geest over u komt, wat heeft hij toen gezegd? Gaan uw handen beven, uw lippen trillen, uw knieën knikken. Heeft hij dat gezegd? Nee. Hij heeft gezegd, wanneer de Heilige Geest overkomt, zult u kracht ontvangen. U zult kracht ontvangen en u zult mijn getuige zijn. Hij geeft ze opnieuw een opdracht. We moeten in beweging. Ik heb hier een glas en een glas water. Water is normaal kleurloos.
Water is reukloos en het is min of meer smaakloos. Maar stilstaand water, ja, dat is geruisloos. Maar ik kan u zeggen, vandaar dat ik dit teken erop heb, het is niet naar Gods wil. Want de geest, als de geest werkt, blijft het geen stilstaand water. U moet bij uzelf afgaan. Ben ik stilstaand water? Want God houdt daar niet van. Want Jezus zei, toen hij over de Heilige Geest sprak, hij zei, stromen van levend water zullen uit uw buik, uit uw binnenste vloeien. Jezus zegt, als de Heilige Geest gaat werken, gaat er wat gebeuren. Er gebeurt wat, er komt beweging in. Als dit water in aanraking komt met de elementen, dan gebeurt er wat. Hier ziet u wat Gods wil is. Dit is Gods wil, dit. Het moet vloeien. Het moet vloeien. Het moet gaan stromen. Dat is Gods wil. Het moet gaan stromen. Dus niet stilstaan. Die eerste Pinksterdag kwam het water in beweging. Er werden diezelfde dag 3000 mensen gedoopt. Nou, dat water ging steeds heen en weer hoor. En dat niet alleen, maar ik ben ervan overtuigd. Toen zij de preek van Petrus hoorden, er stonden wel een paar duizend mensen die het toch gehoord hebben. Toen ging het water stromen niet alleen van de doop daarna, maar innerlijk. Want ze hebben misschien wel geknield, dat staat er niet bij, maar ze huilden, want ze zeiden, broeders, wat moeten wij doen om behouden te worden? Met andere woorden, ze kwamen tot overtuiging van zonde. En als de Heilige Geest werkt, dan word je bewogen. Dat is ook bij mij, dan krijg ik bewogen ogen, maar die mensen hebben gehuild. Dat zijn waterlanders. De waterlanders komen in beweging door de Heilige Geest. Denkt u maar eens aan een kraan, dat water in beweging komt. Een fontein, als het hard regent, als het borrelt in de pan, dat water. Als het klatert in de beekjes of bruist in een bergrivier of een waterval of hoge golven of een waterbron. Dat is Gods wil. Want toen Johannes Jezus zag in zijn verheerlijking, hij kende hem niet meer door de verheerlijking, door de heerlijkheid die Jezus uitstraalde, hij heeft gelegen aan de boezem van Jezus. Maar toen hij Jezus zag, was het ongekend groot en goddelijk. Toen dan staat er in Openbaring 1 vers 15, dat Jezus had een stem, een geluid, wie kan me aanvullen, als. Wat, Jezus had een stem als van vele wateren. Nou, kijk, daar heb je dus een geluid van vele wateren. Nou, mijn vraag is, bent u al in beweging gekomen voor Jezus? Want dat is de Heilige Geest. Rivieren zijn het beeld van het leven Gods. Ik heb gelukkig door genade 25 jaar gewoond vlak bij de rivier de IJssel. En er zit stroming in. God houdt niet van sponsen. Want sponsen nemen alleen maar op. God houdt alleen maar van rivieren die doorgeven. God houdt niet van stoelverwarmers, dat hij alleen maar zegt, ik kom hier en ik zit en ik doe verder nooit meer wat. Ik zit hier, ik ben een stoelverwarmer. God houdt niet van bankleggers, dat hij alleen maar op de bank ligt de hele tijd in uw huiskamer. Want als we later voor Jezus verschijnen, komen bij hem in de hemel, hij zal nooit zeggen, wel gelegen. Hij zal nooit zeggen, wel gelegen, broeder Arie. Wel gelegen, zuster Tineke. Maar hij zegt, wel gedaan. Wat hebt u gedaan voor Jezus? Dat is belangrijk. Gods woord begint met rivieren. De vier rivieren in het paradijs is een type van het evangelie wat over de aarde komt. De eerste rivier in het paradijs, Genesis 2, is Pison, overstroming. De tweede rivier is Gihon, losbarsting. De derde rivier, die kennen we nu nog, de Tigris, is snellopend. De vierde rivier die we ook kennen, Eufraat, zoet en aangenaam. En ik denk dat ook de vier evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, overeenkomen met die rivieren, maar ook met het hele evangelie. Jezus heeft gezegd, ik ben het water des levens, wie van mij drinkt. Zie je dat? Beweging, drinkt. Dat is belangrijk. U moet drinken en dan zult u nooit meer dorst krijgen. De Bijbel begint met een rivier en de Bijbel eindigt met een rivier. Misschien hebt u daar nooit bij stilgestaan.
Maar de Bijbel eindigt in Openbaring 22 vers 1 met een rivier. Daar staat, en hij toonde mij een rivier van water des levens. Zie dat? Jezus is het water des levens. Helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Zie dat? Er gebeurt wat. Dat water dat ontspringt, dat is een bron, dat komt in beweging. God houdt niet van stilstaand water. En een boom gaat uitsluitend omhoog. Maar die boom moet wel geplant zijn, Psalm 1, aan waterstromen. Goed zo, zuster Deborah. Waterstromen. Dat is geplant aan waterstromen. En een boom gaat uitsluitend omhoog. Een boom gaat nooit naar beneden, dat kan niet. Die gaat omhoog. Deuteronomie 28 vers 13 zegt, u gaat uitsluitend omhoog en niet omlaag. Dus Jezus heeft nooit gezegd, als je de... Kijk, we hebben te maken met de Satan, die probeert ons neer te drukken. Dat is een neerdrukkende macht. Ja. En de Satan zet ons altijd in een lift die kapot is. Nooit naar boven, altijd naar beneden. Alleen de Heilige Geest brengt ons wel naar boven en laat ons uitstappen bij de Heer Jezus Christus. Jezus heeft nooit gezegd, ik geef je een lekkere depressie. Nooit. Nee, hij heeft altijd de mensen, lees u alle evangelie maar na, opgericht. Weer opgericht. Trouwens, nog een opmerking. Hebt u wel eens een depressie? Misschien zit u, voor die luistert of die hier zit, zit u in een depressie of zit u in de put? Dat kan. Maar de Heere is iemand die wonderlijk werkt, want ik heb nog nooit een rivier gezien of een beek die over de bergen ging. U wel? Wat doet water? Water zoekt de diepte op. Water zoekt op waar u in de diepte zit. Waar u in de put zit. Amen. Waar u in de depressie zit. Amen. Daar komt het water des levens om u daar te bezoeken. Dat is geweldig. De Allerhoogste wordt de Allernaaste. Dat is geweldig. Lieve vrienden, er zit een duif op uw schouder. Geen zwarte kraai. Er zit een duif op uw schouder. In sommige kerken zit de Heilige Geest als een duif voor gesloten ramen. We moeten geen ABC-christenen zijn. Daar bedoel ik mee dat je alleen maar leeft voor dit leven. Dat je alleen maar houdt van auto, boot, caravan. ABC-christenen. Dat meen ik. Geen ABC-christenen. Want ik heb een keer onder het rijden, toen ik reisde, heb ik een keer gezien een gevel van een huis. En daar stond op, hier is het niet. Kijk, hier is het niet. Nee, hier op aarde is het niet. Het is daarboven. We moeten samenwerken met God. Als je in Staphorst rijdt, dan zie ik opeens ora et labora. Bid en werk. Dat staat nergens in de Bijbel letterlijk. Maar de geest klopt absoluut met Gods woord, met Gods geest en zijn wil. Bid en werk. Soms moeten wij de handen vouwen. Maar we moeten ook soms doen de handen uit de mouwen. Allebei. Ik denk aan mevrouw Sjane, die toen net ook zong, dat ze dan door ons dorpje het pas geleden ging, waar niemand denk ik dat doet met een gitaar naar een ander toe. En er is een vrouw die in een depressie zat, of die gedeprimeerd door het leven soms gaat, opgebeurd door de middel van de gitaar. Kijk, we moeten ons aansluiten op de krachtstroom Jezus Christus. Dat is belangrijk. We moeten de stekker in het stopcontact doen. Dan gaat pas de lamp, of de lampen zoals hier, branden. Eerder niet, maar we moeten die stekker wel in het stopcontact doen. We moeten die stekker in het stopcontact doen, opdat de stofzuiger gaat razen. We moeten de stekker in het stopcontact doen, omdat het koffiezetapparaat aanslaat en zijn werk doet. Ik heb menig een keer gelezen dat een vrouw een heel klein icoontje had gemaakt. Of die had ze, ik weet ook niet, een icoontje, een soort stickertje. Die had ze op haar koffiezetapparaat gedaan. En er stond op, ik vertrouw op Jezus. Als ze daar, ik kan het zo gauw vergeten. We kunnen het zo gauw vergeten. Laat uw licht schijnen voor de mensen, heeft Jezus gezegd. En het maakt niet uit hoe u schijnt. De ene is een kaarsje in een hoekje, maar hij schijnt. De andere is een vuurtoren licht op een heuvel en hij schijnt. Een schemerlamp, een bureaulamp, een showroomlamp, een koplamp.
Dat maakt niet uit. Ik was vroeger, om het zo uit te drukken, voor mijn bekering een lampstraal, maar nu ben ik een straallamp. Dat kan wel even anders. Dat niet dan. Van lampstraal naar straallamp. Dat kan alleen God doen. Dat is belangrijk. Dus, en dan moet u schijnen naar Jezus. Uw schijnwerper op Jezus. Er kwam een keer een man die wel met me praat. Een oudere man, hij heeft altijd, nou ik kan wel zeggen, misschien wel 60 jaar zonder overdrijving heeft hij in de textielzaak gehad. En hij was van huis uit geïnformeerde gemeente en vormde bond. Maar hij praatte zo een tijd met hem. En de Heer gaf duidelijk in mijn hart, hij is in zijn leven een lichtbaak geweest voor mensen. Een lichtbaak. Dus ik zei tegen hem, Henk, de Heer maakt me duidelijk, je bent een lichtbaak geweest. Hij zegt, hoe weet je dat? Ja, als je geïnformeerd bent, denk je, nou ja, sta je niet zo bij stil, hè. Maar de Heilige Geest zei me dat, hij is een lichtbaak geweest. En een man die gebruikt werd op dat andere waar ze onzeker waren, waar ze afgedwaald waren, waar ze helemaal geen zicht meer hadden op de waarheid, werd deze man gebruikt als een lichtbaak. Laat de Heilige Geest waaien. Kom vrij van religie. Er staat in Psalm 96, dan zullen alle bomen van het veld en van het woud en van het bos zullen jubelen. Dus kom los van elke stijfheid. Want daar komen de dode elementen zoals bomen zullen op een gegeven moment, wanneer Jezus terugkomt, tot leven komen. Laten wij dan daarin ons, hem die bomen voorgaan. Nou, er was een evangelist, Bart Doorneweert, en die sprak een keer geregeld in een bakkerij. En die bakkerij werd omgetuned tot de kerk de Krentenbol. Kijk, zo is het. Je zit er niet meer vast aan dat gebouw, er zijn alleen maar stenen. Hij sprak in een autogarage en er waren ze olie aan het verversen, maar dat wilde hier ook nog doen. Hij daar spreekt bij die autogarage hoor, of in. Een oude wasserij heeft hij ook gesproken, zei hij. Kijk, dan word je gereinigd van al je zonden en al je vlekken. Yeah. Hè, als je het woord van God brengt. Nou, we gaan luisteren naar een lied waar ik helemaal enthousiast over word. Heer, geef mij ook uw waterbronnen. Dat is een geweldig lied, Opwekking 161. Dat kennen alleen maar mensen die minimaal 45 jaar in het evangelie zitten. Want toen zongen ze dat, 161, want nu zijn we geloof ik al aan opwekking 900. Dus maar maakt niet uit, denk aan die groep die heette Fris en Groen, 65 of ouder. Ja, ik kom eraan. Welke nummer? 161. Moment hoor. Ja, wij zijn meer dan overwinnaars, of niet? He, wat Hans ook al zei, dat je niet achterom moet kijken, maar vooruit. Ja, het is makkelijk gezegd dan gedaan, zeggen de mensen wel eens. Als ik het heel moeilijk heb, dan ga jij maar loven en prijzen. Ja, dan moet je gewoon proberen, want we zijn toch overwinnaars. He, Paulus die zat in de gevangenis, maar toch iemand, hè? Hij ging niet in de put zitten, hij ging de Heer loven. Nou, toen gebeurde er een wonder. Nou, dat is in ons leven precies zo. He, en ik moet even wat anders zeggen, er tussendoor. Geef haar een applaus, ze heeft een mooi gezongen, of niet? Ja, en weet je, ik denk zo aan groei, hè? We waren toen nog jong, wij in de jeugd, we waren nog jong en ik was nog een baby eigenlijk in de Heer. Ik wist nog niet zoveel, hè? Maar de Heer heeft mij toch doen groeien door zijn woord, want zijn woord is er een voedsel en een medicijn voor je hart. En daardoor ben ik gegroeid, zijn wij gegroeid, hè. Mm-hmm. Nou zijn wij veel ouder en nou zijn we weer bij elkaar. Nou, dat vind ik zo leuk, hè. Enig. Nou, en we gaan nou een lied zingen. Heer, geef mij ook uw waterbronnen.
geef mij ook. Laat het donder, Heer, geef mij ook u. Laat het donder, Heer, geef mij ook u. Laat het donder, zodat ik overstroom. Zodat ik overstroom. Laat het donder, Heer, geef mij ook u. Laat het donder. Ik weet nog wel, toen ik ongeveer 20 jaar was en in een westerse jeugd, in het westen was bij een christelijke jeugdbeweging, waren we wat ondeugend en zongen wij niet van Heer, geef mij ook uw waterbron, maar Heer, geef mij ook uw waardebonnen. Nou ja, dat wil de Heer ook geven. De Heer wil nog steeds bonussen geven en noem maar op wie ons niet toekomt. Zo is de Heer. Hey, laten we met elkaar gaan opstaan en de zegen van God ontvangen. Vader, wij danken u wel. Hierbij geef ik u de zegen van de Heer. De liefde van God, onze Vader, en de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van en in de Heilige Geest zij met u allen totdat Jezus verschijnt in heerlijkheid. Amen. Amen. God zegen. Nou, dat was fijn, hè, met Hans.